Goedemiddag. Ik ben dus Remy. Dit is mijn harp. Het ligt misschien een beetje voor de hand bij een bezoek aan het Twee Stromen Landmuseum, maar ik was ook een beetje in twee stromen tijdens mijn inspiratie voor het stuk. Enerzijds natuurlijk het water, u hoorde het al, maar ook ja, de harp is toch eigenlijk wel het instrument van het water, toch? Ik hoef eigenlijk maar dit te doen. Of u ziet al de parelende watervallen voor u, of de betere reclame. Kent u allemaal wel, toch? Bar-le-Duc. Ja, die verkopen dan heel veel water omdat ze de harp en de Moldau inzet. Maar ja, dat is misschien ook wel de reden waarom ik zelf nooit de harp gebruikte in mijn eigen muziek. Maar ja, toen kwam het Twee Stromenland Museum en ik kreeg een rondleiding en ik zag eigenlijk hoe het water, de Maas en de Waal daar, het gebied gevormd hebben. Hoe eigenlijk alles mee moet met de kracht van het water, zonder daar iets tegenin te kunnen brengen. En ja, dat landschap had er dus ook heel anders uit kunnen zien, was de rivier anders geweest. Dat was één stroom en tegelijkertijd, mijn tweede stroom was de mens te midden van dat landschap. Waar een boom op één plek staat en eigenlijk niet van plek kan wijzigen, kan de mens zich natuurlijk verplaatsen. Een oever beweegt zich naar een andere plek. Gewassen groeien ergens. Maar de mens kan handelen. De mens kan reageren. De mens kan zich laten beïnvloeden of beïnvloed worden. Ik hoorde een verhaal van een man wat me heel erg raakte. Hij was daar, hij leefde daar. Hij is boer. En toen de voorspoed kwam in dat gebied en al zijn buren de ploeg inruilden voor grote akkerwerkbouwtuigen, grotere tractoren, meer vee, grotere boerderijen, bleef hij bij wat hij zelf in de hand kon houden. Wat hij zelf kon verbouwen met zijn eigen ploegje op zijn eigen akker. Zijn familie en al zijn buren verklaarden hem voor gek, maar dat was wat hij wist. Dat was wat hij kon en wat hij letterlijk en figuurlijk in de hand kon houden. Met de klimaatverandering die eraan komt en die gaande is, moeten we eigenlijk allemaal bepalen hoe onze plek ten opzichte van de natuur en onze omgeving is. En dit stuk gaat dus eigenlijk over enerzijds een veranderlijk landschap en anderzijds hoe de mens de stroom der dingen kan beïnvloeden.